Weet je waar we zijn? Ja, volgens mij een beest. Klopt, Club Rodenburg. Hier gaat 28 november allemaal gebeuren. De Party Awards! Okay. Ben je wakker? Ja, zeker. Oh, ja, dat was een kort nachtje, hè? Dit wil ik niet missen. Wil je dat niet missen? Nee. Oh, gelukkig. En welke artiesten komen dan allemaal? Ja, dat is natuurlijk een verrassing, want je weet natuurlijk niet wie 28 november de Party Awards gaat winnen. En degene die wint, die staat op het podium. Oké. Okay. Dus een verrassing voor iedereen eigenlijk. Ja, ja. Toch? Goedenavond, welkom bij de Party Awards. Heeft u een ticket? Ja, dit is mijn ticket. Oh, dat is een golden ticket? Ja, zeker. Oké, okay. Nou Randy, dankjewel. Deze is voor mij, dus ik ga nu op het podium staan. Is goed. Ja, ik maak een grap. Ja, dat ik een grapje maak. Zo, Randy, hier gaat het allemaal gebeuren. Ziek. Mooi, hè? Echt groot. Ik was ook nog helemaal niet geweest hier, hoor. Dus, ik kijk hier op het podium. Hier gaan zeg maar al die artiesten die winnen mogen optreden hier, hoor. Okay. Ik ga op het podium staan. Ik wil altijd wil doen in mijn leven. Maar dan moet jij me omroepen, hè? Dan moet je zeggen... Wacht. Dan moet jij me omroepen. Moet je daar staan. Okay. En dan dat ik die Party Award heb gewonnen, hè? Ja? Bedenk maar iets. Maakt me niet uit wat. Bedenk maar iets. Waarom... Aan de winnaar van... Ja, wat zou ik zeggen? Ja, bedenk maar iets. Maakt me niet uit. Ik wil gewoon op het podium staan. De winnaar van de beste zanger, Bianca Boon. Zangeres. Zangeres, ook goed. Een Party Award gewonnen. Yeah! Ik kan ook altijd willen doen. Oh. Gefeliciteerd, hè? Oh. Ja. Jij wil gewoon kussen, zeker, ja, hè? Ja. Hey Randy, ik vond het echt leuk dat jij die prijs aan mij had overhandigd. Vond ik echt ja, leuk. Ik zag het, ja. Ik was echt blij, hè? Ja. Maar als ik dan hier op het podium sta, zeg maar zo, dan maak ik echt een feest met op het podium zie ik, en dan denk ik heel die zaal helemaal vol. Dat is prachtig. Maar je ziet hoe mooi daar. Wat ik ook zo mooi vind, die bar daar ook. Hey, in de vorige vlog hebben we natuurlijk een aantal genomineerden bezocht. Artiesten en locaties. Ja. We zijn nu in Club Rodenburg, waar het 28 november allemaal gaat gebeuren, de Party Awards. Mm. De afgelopen jaren zijn er al heel veel artiesten geweest op de Party Awards. Wolter Kroes. Ken je Wolter Kroes? Ja. Viva Hollandia. Oh, die ken je. Ja, Snollebollekes? Ja, van links naar rechts. Rechts. Van links naar rechts. Oh, goed zo. Dan heb ik er nog een hele moeilijke, hè? Django Wagner? Ja, die ken ik ook. Ja? Ja. Kali, mijn liefste Kali. Nee, je kent het niet zo goed, het liedje, nee, maar dat geeft niet. Dan heb ik er nog eentje dan voor, ja? En dan John West. Ja, die ken ik ook. Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo'n mooie vrouw. Oh, die ken je ook. Ja. Dat zijn allemaal artiesten die allemaal de afgelopen jaren bij de Party Awards hebben opgetreden. Oké. Okay. Leuk, hè? Vanavond gaan we naar Herugewaard. Dat is een heel groot, je moet het uitleggen, een heel groot evenement ook. Gerard Joling, Roy Donders, ook allemaal zeg maar, ja, Mart Hoogkamer, Yves Berendsen. Misschien zeggen die artiesten niet zoveel, nee. Maar ook een aantal genomineerden dus. Dus gaan we kijken, die locatie. Oké. Okay. Leuk? Ja. Heb je zin in? Ja, kan je gelijk het liedje onthouden, hè? Ja. Want ik ga je volgende keer weer allemaal vragen stellen. Dan zeg ik, wat zingt Yves Berendsen? Ja. En dan moet jij het wel weten, gelijk weten. Ja. Oké, okay, leuk. We zijn in Maarsen. Weet je waar Maarsen ligt? Nee, geen idee. Vlak bij Utrecht. Okay. We zijn nu bij Café de Makerij. Die is genomineerd voor populairste partycafé regio Midden. En Barry is ook nog een van de oprichters van de Party Awards 14 jaar geleden. Okay. Dus ik vind het wel heel erg leuk om hem te ontmoeten. Oh, krokodillenspel ook nog! Ik hou daar zo van! Hey, daar ben ik zo goed in, hè? Dat wil jij niet weten, ja? Wie ben ik van vroeger? Of wie is het, bedoel ik? Weet je met die klepjes? Ja. En vier op een rij. Dit ken ik zo goed, dit, hè? Oh, jij ook zeker? Hé, hey, is echt vet. Ik ben zo blij, hè? Hé, hey, Barry, jij gaat echt winnen, hoor. Ik hoop het. Ik weet niet hoe ik je kan helpen, maar als, Bianca is voor jou. Als ik in de vakjury had gezeten, ik had het wel geweten. Oh, hier ben ik zo goed. Ik hou zo van dit spel, dat wil jij niet weten. Oeh, ja, je mag Mark niet meer loslaten, hè? Oh, dit is echt zo vet, hè, dit? Ah! Oké. Okay. Nou, drinken dan. Proost. Proost.
Nou, Barry, ik kom nou net terug uit Club Rodenburg in Beest, waar dit jaar de Party Awards worden gehouden. Ja, ik hoor het. Dus nu heb ik me laten vertellen dat jij 14 jaar geleden een van de oprichters was van de Party Awards, of bedenkers. Ja, dat klopt, ja. Ik heb wel een beetje aan de voet gestaan eigenlijk van het hele evenement. Ja. En dat kwam omdat degene die het toen heeft, echt productioneel heeft ontwikkeld, dat Richard. Ja. En wij zaten samen op een forum voor allerlei DJ's, het Apen Ski Net Forum. En we hadden één keer in het jaar een uitje, altijd onder elkaar. En dan hadden we het over natuurlijk alles wat vakgerelateerd was. Alleen we vonden dat er heel veel, vooral veel mannen waren natuurlijk. Weinig artiesten, dus de platen die wij draaien, dus Nederlandse artiesten veel, die ontbraken een beetje. En toen heb ik het idee geopperd om de Party Awards in het leven te roepen. Dus waar de artiesten dan natuurlijk ook voor komen. Ja. En als er artiesten zijn, dan komen er ook vrouwen. En dan heb je gewoon een leuk evenement. En Richard die had daar interesse in. En Richard zegt van nou, ik wil het wel oppakken. Dus zijn we het eigenlijk een beetje samen gaan doen. Hij productioneel, ik technisch. Ik denk dat we dat een jaar of 6, 7 zo gedaan hebben. En op een gegeven moment werd het ook voor mij te druk, want ik had een geluidsbedrijf. Dat is ook de reden dat ik op de technische kant deed. En toen zijn we allebei een kant op gegaan. Hij heeft het voortgezet en ik ben me gaan focussen op licht en geluid. Waar we nu staan, 14 jaar verder. En het is nou inderdaad een groot evenement wat heel Nederland wel kent. Of niet? Er is nooit geen spijt van gehad dat je denkt van waarom ben ik gestopt? Of dat je nog stiekem niet van... Nee, ik heb aan de voet gestaan en ben ik trots op. Ja. Vind ik leuk. Ja. Zeker als ik vertel het ook heel graag aan mensen. Ja. Dat vind ik gewoon leuk. En ik heb er zeker geen spijt van, want het wordt alleen maar groter elk jaar en leuker. Dus. Je had er niet nog graag bij willen zijn. Nou ja, soms moet je ook dingen loslaten. Ik moest toen ook de keuze maken van, ga ik me focussen op licht en geluid, wat mijn inkomen is. Ja. Of op één evenement per jaar, wat ontzettend leuk is om te doen. Maar ja, dat is natuurlijk geen garantie op uiteindelijk een inkomen. Dus ja, ik moest de keuze maken. En toen kon ik er ook 2 keer niet bij zijn in november. Toen was ik weg uit Nederland. En er komen er ook andere partijen. Ook in samenspraak komen er andere partijen in beeld. En dat gaat goed dan. En dan laat je het ook los. Je bent nu eigenlijk best wel trots, zeg maar. Dat je natuurlijk nu is die party wordt het een heel groot evenement geworden. Ja. Dus aan de andere kant ben je ook best wel trots natuurlijk. Want jij hebt toch... van het begin van... Ik weet dat wij de allereerste Party Awards, dat was in Breda. Wat nu de kapitein is. Ja. Toen heette dat het Apen Ski Café of iets, ik weet niet meer precies. Er was een contact van Richard en we kwamen daar terecht. En we moesten echt met nul, zelfs het podium was eigenlijk te klein. Dus we hebben daar met hout, wat we haalden bij de bouwmarkt, moesten we nog een stuk aanbouwen en met doek ervoor. En alles improviseren. Hoe doen we dat bijvoorbeeld met consumpties voor de genomineerden of voor de winnaars? Wie gaat het überhaupt presenteren? Hebben we daarover nagedacht? Nee. Maar eens even kijken dan. En zo kom je natuurlijk wel achter dat het organiseren van een evenement en vooral een awardshow. Ja. Want je hebt natuurlijk ook te maken met stemmen en met de artiesten. Iedereen wil natuurlijk vooraan staan en met media komt er dan kijken en noem maar op. Dat het in één keer heel veel was. Ja. En toen hebben we wel heel veel geleerd. En daardoor is het eigenlijk alleen maar gaan groeien en is het nu denk ik nog steeds aan het groeien. Want elk jaar komen er weer nieuwe dingen bij. Ja, klopt. Ja. Ja, het is natuurlijk voor mij de eerste keer, het is het eerste jaar. Ja. Dus ik was gewoon heel erg nieuwsgierig van hoe jij het ervaren had. En toch van iets heel kleins dat nu iets heel groots is geworden. Ik stap gelijk in, het is gelijk een heel groot evenement. Ja, dat is zeker ja. Ja, kijk, toen we net begonnen, toen hadden we natuurlijk wel wat, er is heel veel kritiek geweest. Over van, hoe gaan jullie dan bepalen dit? We hadden bijvoorbeeld in het begin de beste. Hè? We zeiden altijd van, je bent de beste DJ of de beste plaat. En toen kwamen we er al gauw achter, wie zijn wij om dat te beoordelen? Nee, klopt, ja. Dus toen hebben we het gemaakt van, de populairste. Ja. Het is heel duidelijk dat als jij heel veel stemmen kan genereren, en of het nou je familie is, of de mensen waar je draait als DJ, of zanger, als jij mensen kan bereiken en over kan halen om op jou te stemmen, dan ben je populair. Ja. En dan verdien je ook de award. Ja. Ik denk dat dat de beste redenatie is, waardoor het ook nu de populairste awards zijn. Dus nu ben jij natuurlijk ook genomineerd voor populairste café regio Midden. Ja, Midden mooi, regio, toch? Ja. Ja, hier in de Markerij. Ja. Ik ben nu 2 jaar geleden bijna ingestapt met Rick, samen Compion. Ja. Het geluid is overigens, dat is allemaal gestopt en de markt werd moeilijk. En ze kwamen als paddenstoelen uit de grond. En ik deed het al 15 jaar, dus daar ben ik eigenlijk een beetje mee gestopt. Toen heb ik mijn bedrijf verkocht en dat geld geïnvesteerd in deze zaak. En daar hebben we een mooie zaak voor neergezet.
En ja, goed, ja, ook met mijn ervaringen in andere horecazaken in Nederland waar ik tijden gewerkt heb. Mm-hmm. Hier meegenomen, Rick had heel veel ervaringen van seizoenswerk in het buitenland. Samen gedaan, alles op één hoop gegooid en een mooi concept hier neergezet. En dat gaat nu anderhalf jaar als een speer. En hebben hier ook zeg maar live artiesten of hoe moet ik dat zien, het café? Ja, ja, we hebben één keer in de zoveel tijd, zeg één keer in het kwartaal, hebben we live artiesten. Snollebollekes, Feestteam, nou, noem ze maar op, Peter Loré. Echt een feestcafé is het, ja, dus, echt een feestcafé. En één keer in de zoveel tijd doen we even een uitschietertje naar een leuke artiest om vooral de gasten iets te geven. We vragen ook geen intree of zo, gewoon... Het is leuk voor ons uit om even wat extra neer te zetten. En we hebben vaak op de zondagen, nu doen we dat op de eerste zondag van de maand, doen we een Nederlandse middag. Ja. Dus bijvoorbeeld aankomende zondag hebben we Danny Nicolai en Rocky Pauw. Dus wat regionale misschien, maar Danny Nicolai van meer bekend. Ja, om toch wel wat meer te doen met live entertainment. Ja. En wat ga je nu dan dit jaar doen om wel die award te winnen? Nou, sowieso heel veel stemmen genereren. Ja. Dus proberen iedereen zo gek te maken dat ze op ons willen stemmen. Ja. Dat is ook wat ik net onderbouw. Dan ben je populair, denk ik, als je dat voor elkaar krijgt. Dat is natuurlijk, zit hem een beetje in de marketing van je eigen zaak. Hoe krijg je de mensen zover om... Om te gaan stemmen, ja. Te gaan stemmen, maar ja. Kijk, weet je, het is... Oh, wacht even. Ik geef jou nou de kans om een oproep te doen. Ja. Stem op de makerij, dan stem op de makerij. Nou, dames en heren... Ja, wat ik al zeg, Rick en ik hebben er samen een hele hoop ingestopt, zowel aan de energie en tijd en alles. En heel veel kennis vooral, vooruit het seizoen en hè, zoals je op vakantie gaat, hoe je weet hoe je wordt vermaakt. En vanuit de horeca op allerlei gebieden, ook technisch licht geluid, we hebben alles geprobeerd om high level te doen. En het lukt al aardig, we hebben anderhalf jaar een topcafé nu onder onze voeten. En nou, we jullie alle vragen sowieso langskomen te oordelen. En dan weet ik zeker dat je vanzelf uit liefde voor ons wel wil stemmen. Maar hoe kunnen ze stemmen? Hoe kunnen ze stemmen? Ze kunnen natuurlijk stemmen door een sms'je te sturen. PA spatie de spatie makerij naar 3010. Of je kan naar de website naar www.partyawards.nl. Ik ben van de Party Awards. Ja, leuk. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Je bent genomineerd voor... Het ziet er ook heel party uit, jongens. Ja. Ziet er nu fenomenaal heerlijk en gezellig uit. Ja, toch? Ik wist gewoon dat het weer zo zou gaan met jou, hè? Echt waar? Ja. Ja, maar ja, dat heb je als je vrijgezel bent. Ja, ik ook. Echt waar? Ja. Oh, nou, daar hebben we het straks nog wel even over. Dat is goed. Oké, dus genomineerd voor... Kijk, dat bedoel ik, jij zit me gelijk bij af te leiden, hè? Genomineerd voor populairste partyartiest. Ja, heel leuk. Leuk, top. Hè? Superleuk. Ja, top. Ja, ik bedoel, de nominatie is alleen leuk natuurlijk. En het winnen zou ook super zijn. Trots op jou. Ja, ja, weet je, op een of andere manier, ja, dat is natuurlijk party. Ik denk dat party ook samenhangt met meezingen en samenhangt met wat er met Trots op jou gebeurt op het podium. Als je de mensen ziet reageren daarop, is natuurlijk, ja, dat is voor mij elke keer weer een ongelooflijke mooie beleving. En het geeft ook wel aan dat ook party kan ook op een andere manier, weet je wel. Dus we kunnen hossen en springen en doen. Maar we kunnen ook opnemen en kijken wat er gebeurt met het meezingen en de mensen die geraakt zijn door zo'n liedje. Absoluut. Dus, daarom... dus daar ben ik heel blij mee. Dus is dat nou de reden dat ik genomineerd ben? Ja. Okay. Nee joh, je bent gewoon een geweldig artiest. Dankjewel. Ja, dus ik hoop dat jij gaat winnen. Populairste party artiest. Ik hoop het ook. Van ganse harte. Lijkt me hartstikke leuk. Dus stem op Wesley Bronkhorst, hè? Ja, zeker. Stemmen. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou. Dit was echt goed, hè? Ik hoop echt dat hij gaat winnen. Ik ben eigenlijk wel stiekem fan. Maar ja, dus die party award, tja. Wie weet is hij wel voor Wesley Bronkhorst. Maar dan wil ik hem wel zelf overhandigen. Is dat een deal dan? Is dat een deal, Randy? Ik denk het wel, ja. Oh, gelukkig. Nou, goed dan. Gaan we naar de volgende artiest. Ik heb hem te pakken gekregen, hoor. Mart Hoogkamer. 2 keer genomineerd bij de Party Awards.
Ja, ik heb het gehoord, ja. Ik heb het een tijdje geleden heb ik het al gehoord. En ik vind het onwijs, onwijs gaaf. Onwijs spannend. En je wil winnen natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Dus populairste opkomende partyartiest en populairste party single. Ja, ja, ik heb het gehoord. En ja, tuurlijk. Je hoopt dat je wint. Tuurlijk. Maar ik ben onwijs blij dat ik genomineerd ben. Ja. Oké, nou ziet. Ja, normaal ben ik altijd, ben ik altijd eeuwig de tweede. Ik ben nog nooit eerste geworden en nog nooit wel gewonnen. Dus nu wordt het wel een keer tijd dat ik ga winnen, toch? Vind je ook niet? Ja, tuurlijk. Dus gewoon stemmen op Mart Hoogkamer. Ja, gewoon stemmen op Mart Hoogkamer. Dank jullie wel. Top. Ja. Zo doen we dat gewoon. Zo snel gaat dat. Dames en heren, geef mij alsjeblieft die stem. Want ik ben er nou een keer klaar mee dat ik tweede ben geworden elke keer. Ik wil een keer eerste worden. Dank jullie wel. En een dikke kus van Mart. Doei. Ik heb Dario te pakken, eindelijk. Dario, ja, normaal zien we de voemvoem. Ja, absoluut. Maar ik ben nu voor de Party Awards. Oké, gezellig. Dus ik heb al gewonnen of zo. Nee, je bent nog niet genomineerd. Oh, nog niet eens genomineerd ook? Ach, hoe ken dat nou? Maar... Onvoorstelbaar. Luister, ik heb wel een heel leuke vraag. Vertel. Wil jij gaan zingen op de Party Awards 28 november? Even mag in naar kijken. Even snel kijken of ik kan. Woensdagavond. Oh, tuurlijk. Woensdagavond kan ik wel. Tuurlijk kom ik zingen. Dan leg eraan waar het is. In Beest. Club Rodenburg. Wel gezellig. Ja, top. Ah, natuurlijk komen we. Tuurlijk, ik ben erbij. Yeah! Het is gelukt! Meneer, 0,0. Kom gratis zingen, wat wil je nou nog meer? Blijf een lullen mijn leven, maakt niet uit. Heb ik het gezegd? Heb ik niet gezegd? Nee, niet gezegd. Ah, ik vind het zo leuk, hé. Hey. Dan heb ik toch weer mijn doel bereikt. Want ik ben echt fan van Dario en ik wilde echt huid kan zingen. Vreselijk slecht dit, weet je dat? Om voor een camera iemand te gaan vragen. En als je dan denkt, nee. Dat was ook de bedoeling. Kijken al die honderdduizenden kaars, die gozer niet goed. En dan kom man. Oh ja, dus als je dan volgend jaar genomineerd wordt, want je gaat natuurlijk een nieuwe single uitbrengen. Ja, tuurlijk. Dus volgend jaar dan ga ik gewoon bellen naar de Party Awards van, kunnen jullie alsjeblieft Dario nomineren? Dan doen we dat gewoon zo. Oh, dat zou ik heel lief vinden. Hoe mag ik kijken? Zingen bij de Party Awards? Voel even, kijk, dat is zo'n Party Award. Wauw. Ik had hem ook al gestolen. Ik had hem ook gestolen van Kovens Engels. Jawel. Ja, die had hem van mij. Nee, dus. Was het, hè? Dat probeerde die. Ja. Hij is goed in zijn werk. Hey, Randy was er goed bij. Heel snel. Randy komt uit de Roermond. Echt waar? Ja. Och, jongen, ga lekker terug met een bloedgang. Ik had van mij moeten wezen. Hey, zullen we naar binnen? Ga lekker koud. Drankje erbij. Moet zo nog zingen ook? Ja, daarom. Laat me leuk. Okay. En ik wens alle artiesten die wel genomineerd zijn heel veel succes. En mogen de beste, de leukste en de gezelligste winnen. Dikke kus. Is Voem Voem Tormelinos. Nou, we zijn nu in Spanje op locatie. Ja, ik kan bij die Caruela zitten, ja. Kijk, dit is Yves Berensen. Hallo, goedenavond allemaal. Blijf je wegen, hè? Ja, Yves, normaal zien we elkaar in Spanje, we zien elkaar nu in Nederland. Ja, ik was verrast. Ja, of niet? Ik zag het denken, hey. Ja, je bent natuurlijk genomineerd voor de Party Awards. Ja. Dus ja, superleuk. Spannend, dankjewel, ja. Ik moet je zeggen, ik kwam er nou op het dak van, ik wist het niet, maar... Bij deze? Ik ben even bijgebriefd. Ja. Dus nee, elke prijs die je mag ontvangen is te gek. En ik weet nog een paar jaar geleden dat ik zelf heen was gegaan. En ja, nu genomineerd, dat is te gek. Leuk. Ja, dat is genomineerd in de categorie populairste opkomende partyartiest. Dus ja, Yves, je gaat als een trein rijden. Echt, absoluut. Ja, het gaat lekker. Ja, ja. Het gaat goed. Ja, nee, wat ik zeg, ik doe hard mijn best voor. En het is leuk als je opvalt bij onderaan bijvoorbeeld de party. En, dat is ja, je kroon op je werk. Als mensen zien dat je hard je best doet en stappen maakt. En dan krijg je een nominatie. Daar ben ik blij om. Ja, ja, maar ja, het gaat ook echt hartstikke goed, hè? Vakantieliefde, ja. Top. Vind je leuk? Ja, oh, ik ben zo mooi. Ja, ik denk dat het. Ja, samen met Cinia is dit wel een liedje wat overal waar ik kom. En het is eigenlijk pas 4 weken uit. Er wordt zoveel aangevraagd en zo hard meegezongen. Dat is echt te gek. Dus vanavond hier ook in Palm Beach, hè? Ja, ja, daarom. Dus je hebt gewoon iets met vakantie. Ja, weinig zon, maar goed. Ja, of niet. Stem op Yves Berens, hè? Ja, ik moet eventjes de flyertjes krijgen. Dan kan ik zelf... Ja, daar ben jij heel goed in. Of niet? Dan kan ik een beetje... Ja. Snap je? Ja, daar is wat mensen erop zetten. Juist, precies, ja. Ik zie iets. Ja, dat is die Party Award. Is dat hem? Ja, dat is hem. Kom je met dit ding, man? Ja, ja. Je mag het dan even beter houden. Even. Oké. Okay. Ja, ik woon net op mezelf, dus in mijn kast zou die wel mooi staan. Kijk, zie je het? Ja, we gaan ons best doen. Dit is de oude, 2017. Ja, die hebben we gestolen. Oh,
Waar ben je van? Van Radio Noord-Holland? Nee, van de Party Awards. Van de Party Awards? Ja. Nou, en wie hebben allemaal een award gekregen op de party? Of is dat nog niet aan het vragen? Nee, jij bent genomineerd. Echt waar? Ja. Ah, oh, wat leuk. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Het is een mooie ambiance, ik heb er zin in. Ja, daarom. Oké, nou, ik heb nu Roy Donders. Ja, ik heb Bianca. Ja. Twee keer genomineerd voor de Party Awards. Twee keer? Met welke liedjes? Of welke? Nee, dus populairste party artiest en populairste party single. Ook nog? Ja, waar ben je nou? Ja, dat is natuurlijk een heel mooi liedje. Ja, ja. Ik weet het. Dat is ook logisch, toch? En wat vind jij van het liedje? Ja, ik vind hem top. Maar ja, ik ben fan. Ja? Dat kan natuurlijk niet, hè. Ja, dat weet je, schat. Heb ik tenminste één iemand op de bank zitten. Ja. Alle maand. Oh, alle maand, ja. Alle maand. Ik kom er gewoon niet van af, mensen. Nee, ja. Het is niet weg te krijgen, het is geen mogelijkheid. Oh, wat slecht, zeg. Dat is toch niet slecht? Nee, is de waarheid. Het is ook de waarheid, ja. Hey, maar hoe vind je dat om genomineerd te worden voor de Party Awards? Ja, nou, ik vind sowieso iedere nominatie altijd wel een eer en spannend. Want het kan natuurlijk alle kanten op. Maar dat een liedje genomineerd is en dat ik zelf als artiest genomineerd ben, is toch al superleuk. Of je nou wint of niet, de nominatie is toch al hartstikke tof. Tenminste, vind ik. Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook. Toch een eer, het is toch een publieksprijs en een vakjury heb je, dus. Daarom. Dus als ik hem dan ook nog win, nou, dan is helemaal het huis te klein. Dan gaan we een vino drinken. Ja, dan gaan we een wijntje pakken. Ja, of twee, of drie. Of een fles. Of vier. Ja, ik moest zo lachen net. Oh, hou op. Nee, ik vond het echt een heel mooi optreden. Ik heb alleen maar meegezongen. Ik ken al jouw liedjes natuurlijk. Oh, heb je samen? Ja, ik heb het niet gezien. Ik was met iedereen. Ik wil jou, ik wil jou, ik wil jou. Geef één nacht van je leven nu aan mij. Ik wil jou. Ja. Kom je volgende keer in mijn nieuwe clip? Als achtergronddanseres. Nou. Niet? Nee, zangeres. Nou, zangeres. Ja. Oh, achtergrond zangeres. Ja, dat mag ook. Die zie je toch niet? Nee, daarom. Goed playbacken. Zo slecht. Oh. Goed, nou Roy, je bent natuurlijk genomineerd. Wil jij nog iets zeggen tegen alle kijkers? Ja, ik zal zeggen, stem op mij natuurlijk. Toch, ze moeten toch stemmen? Ja, zeker. Ja, de mensen moeten stemmen. Ja. Dus ja, stem op de populairste single en de populairste partyartiest. Ja? Ja. Ja. Stem op mij, want ik maak kans. Dus sms'en naar PA Roy Donders naar 3010. Oh, naar 3010. Ja. PA Roy Donders. Ja, nou. Spatie tussen en zo. Oh, ook nog. Ja, dat komt allemaal goed. Nou, kijk maar gewoon even op de website. Juist. Dan ga ik winnen.